Welkom bij de voorlaatste aflevering van Op Zwier. Vandaag vertoeven we in de mooie gemeente Maldegem. Mijn eerste afspraak heb ik bij de dienst van toerisme. Dag Lia. Dag Celia, welkom in Maldegem. Dank u. Ik wist niet dat er hier een mannekepies stond in Maldegem. Ja, wij hebben inderdaad een mannekepies hier in Maldegem. Al noemt het ook niet zo. Het heeft een Maldegemse naam, namelijk Rietje Kanne. Rietje Kanne, die gaan we eens bewonderen. Daar gaan we naar. Dat is hem nu? Dat is hem, Rietje Kanne. Het zogenaamde tweelingbroertje van keizer Karel. Wat was er gebeurd? Zijn moeder, Johanna, de waanzinnige, was op jacht in Brugge. De geboorte was nakend, hè? Zoals bij jou. Maar ze was te laat. Ze zou in Gent gaan bevallen. Ze was te laat. In Eeklo beweert men, is ze bevallen in Eeklo. Maar hier zegt men, ze is in Maldegem bevallen van een tweeling. Dat gaf problemen voor de troonsopvolging. Dus ging men één van de twee kindjes hier laten bij een pleeggezin. Bij Hendrikus van het Veld, die een vetsmelter was. Vandaar de naam Rietje Kanne. Momenteel staat Rietje Kanne droog. Dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. De bedoeling is, als iedereen in dat verhaal gelooft, dat Rietje Kanne bier gaat stroelen. En dat bier, dat is het Kantjesbier. Op hoe rustig het hier is. We zitten hier echt in een oase van rust, midden in het centrum van Maldegem, hier bij de Sint-Barbara-kerk. Wat is er daar bijzonder aan die kerk? Wel, de kerk is al een oude kerk met een lange bouwgeschiedenis. De toren daarvan is typisch. En die toren is zo nagesneuveld rond 1904. Is gered geweest door Victor de Lille. En wie is Victor de Lille? Victor de Lille is een man, journalist, uitgever, onder andere van het vooroorlogse weekblad, het Getrouwe Maldegem. Kijk, daar heeft hij later gewoond. Hij is geboren in het Edestraatje, hier achterop. En hij schreef in der tijd dat hij vanuit zijn kamertje twee torens zag die belangrijk waren in zijn leven. De ene zei hij, heb ik gered, dat was de kerkentoren, en de andere heb ik gekocht en dat was de toren van het kasteeltje. Die heeft wel veel betekend, Victor de Lille, voor Maldegem. Victor de Lille heeft veel betekend, ja. Hij was uitgever van het Getrouwe Maldegem, uitgever ook van de boekjes, de duimpjes uitgaven, die nu een heel gezocht collectors item zijn. Als je in Maldegem tot rust wil komen, dan moet je hier zijn. Hier kan je tot rust komen, maar je kan ook naar het park gaan, het Sint-Anna-park. Dat is echt wel de groene long van Maldegem. Dan ga ik daar eens naartoe. Bedankt, Lia. Ja, tot ziens. Dag. Ladder naar de hemel. Wat zou ik graag kunnen vliegen hoog boven de daken wiegen, daar waar niets me bindt, voortgedreven door de wind. Dag Gabi. Dag Celia. Je bent je aan het verdiepen in de poëzie? Ik ben een paar gedichten aan het lezen, ja. Het valt op dat er hier heel veel gedichten staan in het park in Maldegem. Inderdaad, dat is hier een beeldroute die genoemd is Poëzie in Beeld. Naar aanleiding van een poëziewedstrijd in 1997. En de winnaars kregen geen prijs, maar een gedicht is in beeld gebracht in 1998. Dus de route staat hier al zo lang. En hier staan 10 beelden met gedichten erbij. Er valt hier van alles te beleven in het park? Ja, absoluut. Hier in het park hebben we straks Al onder de rok van Maldegem. Dan hebben we in augustus Maldegem wandelt, fietst, proeft en zwingt. Een hele boterham. De 13e editie dit jaar. En daar worden toch met meer dan 10.000 mensen verwacht.
Dan heb je ook de Dag van het Paard in oktober. Dat is de 19e editie dit jaar. Dus in Maldegem hoef je je niet te vervelen? Nooit, nooit. Hier is altijd iets te doen. En je kan ook gewoon genieten van de rust natuurlijk. Ja, ja. Dit is dus de Ede? Dat is de Edebeek, ja. En naar waar loopt ze? Ik ga je eerst zeggen van waar dat ze komt. De Edebeek ontspringt in de Drongengoed, in de bossen, loopt kronkelend door Kleid, waar ze af en toe nog wel eens door overstromen, komt in Maldegem Centrum, je hebt dat misschien gezien, waar men ze nu weer openlegt, en komt hier nu recht naar de Stinker. Ja, er is niet alleen de Stinker, maar er is ook de Blinker. De Blinker. Dat zijn de beide kanalen die in Maldegem samenkomen en naar Heist lopen. Kunnen we daar eens naartoe? Daar gaan we nu naartoe, als je dat wilt. Oké. Van waar komt de naam de Stinker? Is dat omdat het vervuild water was? Het was inderdaad heel veel vroeger vervuild water, omdat het het afleidingskanaal was van de Leie. En vroeger werd er rond het Kortrijkse op de Leie vlas groot, dat stonk. Gent wou die stank niet hebben. Gent had ook regelmatig wateroverlast. En vandaar dat men van in Deinze een kanaal gegraven heeft naar de Brugse Vaart. En zo dan verder, langs hier naar Maldegem toe en naar de zee toe om het water af te voeren. Nu is het ideaal om hier te wandelen en te fietsen? Je kan beide doen. Wandelen kan je hier op dat kleine stukje tussen die twee kanalen, Stroobruggen, is prachtig, een hele mooie wandeling. Een stilte wandeling. Maar je hoort hier het ruisen van de bomen en dat is alles. Zalig, hè? Zalig, heel zalig. Het is duidelijk, in Maldegem valt er veel te beleven. Zeker ook volgende week, want dan is er Maldegem wandelt, fietst, proeft en swingt. En wij zijn er dan ook terug met de nieuwe Op Zwier. Tot dan! Dag!